Zondag moet NEC het seizoen zien te redden door de 1-0 achterstand tegen NAC weg te poetsen. De Nijmeegse club domineerde in Breda, maar maakte de kansen niet af. Trainer Ron de Groot was toch enigszins tevreden met de wedstrijd. Ja, qua uitslag wel. Qua veldspel niet. We hebben veel kansen gecreëerd. Maar uiteindelijk gaat het wel om deze benut. Ja, dan krijg je zo'n lullige goal tegen 8 minuten voor tijd. Ja, dan verlies je zo'n wedstrijd met 1-0. Maar goed, we hebben zondag nog en we moeten dat gewoon recht trekken. Liefst was ik ook met de 1-0 voorsprong begonnen, maar goed, het is eenmaal zo. We weten wat we moeten doen en we moeten hetzelfde spelletje blijven spelen, het voetbal zoeken. We creëren kansen, nou, dat moeten we nu weer doen en het gaat er alleen om dat laatste balletje die het net aandrukt. Volgens de Groot was het geen pech dat de kansen er niet in gingen. Ja, pech bestaat niet, zeggen ze. Het gaat ook om een stukje kwaliteit. Hè. De gift erin leggen om toch de wil, de echte wil hebben om te scoren. Natuurlijk moet je op het moment dat je kansen krijgt, moet je niet onrustig worden. Je moet altijd je rust zelf bewaren. Dat je niet in paniek slaat of dat je wilt gaat afronden. Want dan krijg je dat je niet gaat scoren. Dus je moet altijd zorgen dat je scherm bent, maar wel met overleg afronden. Clubwatcher Gerard Borgman vindt het ook een kwaliteitskwestie. Nee, dat is geen brute pech. Dat heeft natuurlijk ook met kwaliteit te maken. En dat is niet nieuw. Ik bedoel, toen Peter Iballa hier nog trainer was, hebben we dat verhaal ook vaak gezien. Hè? Redelijk goed veldspel. Veel kansen, maar geen goals. Ik vond de wedstrijd van gisteren een beetje lijken op die wedstrijd in de competitie uit bij ADO Den Haag. Kreeg NEC ook een paar heel goede kansen, niet benut. Vlak voor tijd kopballetje van Havenaar, 1-0 verloren. Dat leek het gisteren wel een beetje op. Jeffrey Lewicabessi neemt na zondag afscheid als profvoetballer. Hij vindt het jammer dat er nog zoveel druk op zit in zijn laatste wedstrijd. Ik had liever gisteren afgemaakt zodat we hier thuis een mooi feestje kunnen maken. Dat gaat nu alsnog natuurlijk gebeuren. We hebben er alle vertrouwen in, ook na de nederlaag van gisteren. We hebben denk ik gedomineerd gisteren en die lijn proberen we door te trekken naar aankomende zondag. En ik voel in de groep dat er heel veel vertrouwen is om het hier in eigen huis af te maken en dat gaat ook gebeuren. Borgman weet nog niet zeker of NEC het gaat halen. Nou, 1-0 is een uitermate slechte uitgangspositie, uit niet gescoord. Komende wedstrijd van zondag is denk ik heel simpel. Als NEC zelf de nul houdt, denk ik dat NEC doorgaat. Als NEC een tegendoelpunt krijgt hier in de Goffert, dan denk ik dat het een lastig verhaal wordt. Ron de Groot houdt geen rekening met een negatief scenario. Dus NEC speelt volgend seizoen gewoon in de Eredivisie. Daar ga ik wel vanuit, ja. En de groep ook dus. Wat dat betreft ziet het er goed uit voor zondag. Zondag om 16:45 in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC tegen NAC Breda.